Hallo, ik ben Laura, logopedist bij Novi Zorg. Vandaag neem ik jullie mee op de locatie Adelante. Het is in Hoensbroek. Op deze locatie zien we verschillende doelgroepen. En vandaag, op deze dag, zien we vooral mensen met de ziekte van Parkinson. Komen jullie mee? Ik ben Lindsay Huismans, Parkinson-verpleegkundige bij Novi Zorg. En vandaag draai ik een lotgenotengroep. En in een lotgenotengroep delen we kennis en persoonlijke ervaringen met elkaar. Hallo, ik ben Ans Frenken. Ik woon in Hoensbroek en ik ben hier bij Novi Zorg omdat het in een groepsvorm activiteiten aangeboden worden die voor mij als alleenstaande van belang zijn. We zijn hier vandaag bezig met de logopediegroep. In deze groep oefenen we de PLVT, dat is het luid en laag spreken. En die therapie is speciaal ontwikkeld voor mensen met Parkinson. Dus als de stem wat zachter wordt en wat heeser wordt, dan gaan we eigenlijk oefenen om luid en laag te spreken. En dan doet de stem het weer beter en dan kun je je dus weer beter verstaanbaar maken. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan gaan we ook nog de sporthal in. We doen daar van allerlei oefeningen om ons mobiel te houden en ons goed op niveau te houden wat we nu zitten. Het hoofd ligt naar voren en we zakken even in. Zak in. 6. 6. 7. 7. 8. 8. Goed bezig. Het komt veel beter bij Ja, anders zou ik alleen thuis zitten de hele week. Er zijn natuurlijk wel vriendinnen en zo en familie wat eens een keer aankomt. Maar hier ben je de hele dag onder de pannen, onder de mensen. De begeleiding is heel goed. Zorgzaam, lief, luisterend oor. En dat is ook belangrijk om, voor de mensen. Om je op je gemak te voelen.